En in onze reeks over de pluimen gaan we naar Eeklo, naar AKB is dat. AKB Eeklo is de derde kandidaat om de pluim te winnen. In AKB Eeklo kunnen anders valide kinderen terecht. Op zaterdag spelen ze dan 3 uur lang spelletjes, zoals in een gewone scouts. En daar kijken de kinderen elke week opnieuw naar uit. Beste kijker, mijn kandidaat voor de pluim is de leiding van de AKB Eeklo. Zij zetten zich elke week in voor kinderen met een handicap. Daardoor kunnen de kinderen op een ontspannen manier vriendjes maken. Sibrien is 11 jaar en is een van de AKB-kindjes. Hij zit hier nog niet zo lang, want hij begon bij de gewone scouts. Wij voelden al vrij vlug dat hij zich daar niet echt thuis voelde, dat de activiteiten voor hem te moeilijk waren. En ook de leiding vond dat ook, dus hebben wij eigenlijk beslist om te stoppen met de scouts. Gevolg, gedaan met leuke scoutspelletjes op zaterdagnamiddag. Dus wij waren echt op zoek en dan hadden wij dus vernomen dat er hier ook AKB-werking was. Hebben wij daar inlichtingen voor genomen en eigenlijk kwam de vraag vanuit de leiding zelf die hem gemotiveerd heeft om te komen. De Sint is met zijn vlieger over Eeklo gevlogen. Oei. Maar dan is er iets mislopen, want hij vloog over het park van Eeklo, maar zijn laadklep is opengevallen. Oei. Met gevolg, alle cadeautjes zijn gevallen. Dus wij hebben de opdracht, het is een grote opdracht, hè, voor al die cadeautjes te zoeken. En de Sint gaat die dan terug kunnen klasseren. Maar hij ziet dat niet zitten, want hij heeft nog heel veel ander werk om dat allemaal alleen te gaan zoeken. Hè. Dus wij moeten hem daarbij helpen. Gaan we dat doen? Ja. Ja. Hebben jullie dat iets gevonden? Hier is het gebeurd, hè? Hier heeft het vliegtuig zijn lading verloren. Ik heb vorig jaar kapoen gegeven in scouts. Ik vond dat leuk, maar omdat ik de mensen met een beperking zeker ook een kans wil geven en omdat er niet zoveel mensen zijn dan daar zo happig op zijn, wou ik daar toch wel mij voor inzetten om een steentje bij te dragen en die ook een leuk scoutje te geven. Het kruipt wel wat tijd in en het is niet altijd even gemakkelijk, maar alles hetgeen dat ervan terug krijgt, compenseert zeker en vast. Goed zijn, jongens. Ja, wat is er wat? Ja! Ja! Ze dromen van een buitenlands kamp. Maar deze jongens en meisjes kunnen niet zomaar 10 dagen lang in een tent slapen. Daarvoor is andere accommodatie nodig, waardoor zo'n kamp een pak geld kost. Makkelijk €250 per kind. De €2000 prijzengeld zouden ze daarvoor kunnen gebruiken. Ja, een keer naar Frankrijk of een keer naar Duitsland zouden wij graag wel een keer doen. Alleen een keer iets meer. Want het is ook moeilijk soms om financiële acties te doen met de AKB. Wij doen elk jaar wel een spaarzijverkoop, maar andere takken kunnen auto's gaan wassen en dat lukt niet bij de AKB. Dus we zijn beperkt van budget altijd. Ik vind dat de AKB-leiding moet genomineerd worden en moet de pluim krijgen, omdat ze zich elke week opnieuw inzetten voor kinderen met een handicap. En ze doen dat uitstekend. Stem op AKB! Ja, je hebt het gehoord, hè. Zo, tot zover ons nieuws. Fijn dat u bij ons was en we zien u heel graag morgen terug.